De komende 2 jaar moet in alle dorpen van de gemeente Woerden de schop de grond in. En in Woerden zijn extra huizen nodig om de doorstroming op gang te brengen. Dat staat in het actieplan Wonen in Woerden van het CDA. De partij heeft het plan aangeboden aan burgemeester Victor Molkenboer, woningcoöperatie GroenWest en projectontwikkelaar Arjan Ton. De inhoud is erop gericht om nu actie te ondernemen, om te zorgen dat we echt kunnen gaan bouwen. Want we hebben het de afgelopen 4 jaar voortdurend over het bouwen van woningen gehad. Want we hebben al een tekort en het tekort wordt alleen maar groter. En we hebben gezegd, wat is er nu nodig om te zorgen dat al die projecten die op de plank liggen, dat die nu gerealiseerd kunnen gaan worden. Nou, en dat heeft een heel aantal zaken nodig. Dat loopt van gewoon capaciteit aan de ambtelijke kant en kennis om te zorgen dat de vergunningen en alles geregeld worden. Maar dat heeft er ook mee te maken dat we in Woerden op dit moment heel veel extra regels bovenop de wettelijke regelgeving hanteren. In het kader van duurzaamheid, maar ook toegankelijkheid. Die ervoor zorgen dat het de ontwikkelaar heel veel meer moeite kost om zo'n project te ontwikkelen. Aan welke gebieden denkt u dan in Woerden die kunnen worden uitgebreid? Nou, de dorpen nemen daar een hele belangrijke plek in. Harmelen, Zegveld, Kamerik. Omdat daar al helemaal in geen jaren meer gebouwd is. En wat je daardoor ziet is dat mensen, met name jongeren, moeten weg uit die dorpen. Want ze kunnen geen huisvesting vinden. Dus dat moeten we als eerste doen. Nou, daar lopen nu een aantal projecten vol gas erop. En een andere hele belangrijke is het gebied waar we hier staan. De Poort van Woerden. Weerszijde van het station, zowel in Middelland als hier in Snellepoort, maar ook nog aan de andere kant van de spoorlijn. Ja, nou, wij zijn erg blij met de aandacht voor de woningbouw in Woerden. Als het gaat om sociale woningbouw, dan ligt onze ambitie nog wel iets hoger dan die van het CDA. Volgens het actieplan moet er namelijk op nieuwbouwlocaties 12,5% worden bestemd voor sociale huur. Maar GroenWest vindt dat dat wel minimaal 30% moet zijn. 30% sociale huurwoningen, dat is best veel. Hoe gaan jullie dat realiseren? Nou, het belangrijkste is dat er voldoende locaties beschikbaar worden gesteld. En daarvoor hebben we ook echt de gemeente nodig om die locaties beschikbaar te stellen. Zodat wij daar sociale huurwoningen op kunnen bouwen. Want alleen in samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de volkshuisvesting in Woerden mee blijft groeien met de behoeften. En dat we de mensen die ons nodig hebben ook in de toekomst op een betaalbare en duurzame wijze kunnen blijven huisvesten. Het CDA zegt in haar plan dat in Middelland en Snellepoort de komende 10 tot 20 jaar duizenden woningen gebouwd zouden moeten worden. Die locaties noemt ook GroenWest om sociale huurwoningen neer te zetten.